uitleg van de minsommen met de tussenstap. Er zijn 3 stappen. Stap 1. Ik moet eerst kijken wat moet ik van het getal afhalen om samen 10 over te houden. De tweede stap. Dan ga ik het tweede getal splitsen en bij de derde stap reken ik de som uit. Ik begin met de voorbeeldsom 12 eraf 3. Ik ga eerst kijken wat moet ik van de 12 afhalen om 10 over te houden. Van 12 haal ik 2 af om 10 over te houden. Dan ga ik stap 2 doen, het splitsen van het getal 3. Ik splits de 3 met de 2 die ik al heb opgeschreven. En aan de andere kant blijft er dan nog 1 over, want 2 en 1 is samen 3. Dan de derde stap, ik reken de som uit. 12 eraf 2 is 10 en dan schrijf ik de 10 op. Daar moet ik er nog 1 afhalen, 10 eraf 1 is 9. Dan de volgende voorbeeldsom, 14 eraf 5. Ik ga weer kijken, wat moet ik van 14 afhalen om 10 over te houden. Daar moet ik 4 van afhalen, want 14 eraf 4 is 10. Dan ga ik het tweede getal splitsen, het getal 5. Splits ik met een 4 en aan de andere kant een 1. En dan de derde stap. Ik ga de som uitrekenen. Eerst doe ik 14 eraf 4 is 10. En dan nog 10 eraf 1 is 9.